Vandaag ben ik op bezoek bij de Barten, de gedeputeerde van de provincie Friesland. Niels Schrier komt langs. En we gaan hem laten zien wat ze hier op school allemaal doen met de Energy Challenges. Flessen inzamelen voor spaarlampen, de markt op het plein houden, folders maken, gaan meer recyclen en we hebben plezier in wat we doen. Rood is dat je heel veel euro's dat je heel veel uitgeeft. En de oranje is gemiddeld, dus net wat alle scholen ongeveer hebben. Groen is dat je al aan het besparen bent. En blauw is dat je echt heel veel aan het besparen bent. Als we nou in de pauze naar buiten gaan, doen wij het digibord uit, de lampen uit. Nou, ze hebben hier een eikerdoosje geplaatst. Mm-hmm. Want wat doet dat doosje? Die zet het eiker system, die kijkt hoeveel energie we verbruiken en hoeveel we besparen. Oké. Schrijven wij bijna dagelijks een berichtje op, posten wat op. En schrijven bijvoorbeeld op de Energy Mart, wanneer die. Dit is een heel mooi voorbeeld van hoe je kan zien dat kinderen ontzettend bezig zijn met energie en energieverbruik, maar ook waterverbruik. En als provincie vinden wij het heel belangrijk dat wij kinderen al vanaf jongs af aan hiermee om leren gaan.